Ja, wij willen ook graag beginnen. Ja. Eigenlijk over onze kinderen. Ja, dat hè. Samen ja, weten ja, ja. we wel. Ja, en met de kinderen zijn we op reis geweest ja. en naar zee geweest. En daar kunnen we nog wel het een ja. en ander over vertellen. Maar eigenlijk toen de kinderen wat groter waren, werd het ook weer veel drukker in huis. Ja, ze hadden allemaal namen hun vrienden ja, mee. Ja. Hun vriendinnen mee. Ja. We hebben bij ons gegeten. We waren zelf al met z'n zevenen. Maar ja. dat we wel eens met z'n twaalfen zaten, dat kon allemaal. Dat kon allemaal, hè? Ja, en dan bleef het ook weer slapen. Dat was, zat er dat ook in. Dat gebeurde ook in. Ja. Maar het leukste was dat we na het eten altijd de grootste keet hadden. Ja. En dat zeiden de grootste ook, die zijn ja. eens een keer met mijn tante Miep en oma Wim bij ons in huis geweest. Zij mochten praten onder het eten. Ja. En dat hebben wij ook nooit verboden. Jullie mochten altijd alles nee, vertellen. Nee, nee, ja. De een had dit ja, te ja. vertellen, de ander had dat te vertellen. En wat waren ze blij dat we weer thuis waren, want we waren naar Rome geweest. Ja. Ja, inderdaad. We waren toch wel weer blij dat wij ja. er waren. Ja. Maar intussen was het katje weg. Hè? Want ja. dat oma Wim die zei, dacht, dat is niks. Nee. Die kat is ziek. Maar ik wilde ook eigenlijk zeggen dat wij zo... van de een en van de ander wat onthouden hebben. Want zo had, ja. zo had Tol onthouden dat hij over de Bijbel hadden zo over Noé verteld. Van de ark. Noé met de oh, ark. Oh ja, ja, ja. En dan zat hij druk om daarvan te vertellen. Ja, maar de Noé liet een duif vliegen en wij schoten allemaal in de lach. Maar wij dachten, nou die laat een scheet weten. Ja. Ja. Maar dat, ja, nee. Hij vond het zo gek. Ja, dat vond hij heel gek dat jij dat zo gezegd hebt. We moesten lachen, ja. We, ja. Ik zei, ja, nou, ja. we lachen niet uit, jongen. Maar het is, ja, die gezegde, hè, van hij liet een duif vliegen. Ik nou, ja, hij liet een duif ja. vliegen. Ja. 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 Maar ja, dan werd alles weer opgeruimd. En de jongens die mochten voetballen buiten. Met de buurman, met de Gauzenbloem, met ja, de mol. Met de mol en die woonde ook weer aan de overkant. Ja, die... ja, het mensen weet ik niet, gaan we van hun naam. Nee. Nee, ja, niet heel gewoon met een paar buurmannen. Ja, ja. Ja, dat is een grote ja. Dat je hard moest roepen, Tony, Benny, wat moest de school natuurlijk. Ja. Dus dat vond ik ook leuk dat je zo van die kinderen... En als je dan bij iemand in die voetbal in het tuintje ja. kwam, dan kwam die man die op het eind van de straat woonde, die kwam naar buiten en die nam die enzovoort. Ja, nou, ik dacht dat die man daar weer in lag. Ja, ze kregen hem niet terug ook. Ook nee, dat... Nou, ik geloof dat ik hem toen naar terug gehaald. Ja, je bent er. Ja, toen ben ik naar die man geweest ja. en die bal terug. Ja. Ja, ja nou, wat dacht je? Maar zo weet ik van Theo ook nog iets leuks. Die kwam ook een keer thuis en die had, moet even kijken hoor. Nou, je mag wel even spieken. Die was stout geweest. Ik kreeg een mevrouw, we zaten te eten. Oh ja. En toen werd er gebeld. En toen stond er een mevrouw aan de deur. Uit de Pauwestraat. Uit de Pauwestraat. En die zei, ja, ik kom toch even zeggen. Een zoontje van u die zei dat ik een oude taart was. Nou. En dan had Theo gezegd, nou dat ben je toch ook. Maar ik moest Theo dan mee schoten in de lach tegen ja, natuurlijk, maar dat had hij ook gelijk, Jan. Ja. Ja, dat was het ja. juist. Allemaal van die flauwe dingen, weet je. Zo heb ik van Ben onthouden, die was aan het zoeken. Want die boes, maar die was zijn boekje kwijt. Van Mildige Vers. Oh ja. Mildige Vers. Die zei, je hebt helemaal geen boekje van Mildige Vers. Ja, dat heb ik gekregen met Sinterklaas. Ik zeg, oh, dat boekje wat helemaal over Sinterklaas was. Maar dat was een milde geven. Het was geen milde geven, ja. Het was een milde geven. Nou ja, die dingen, die heb ik allemaal ja, en zo had je natuurlijk verschillende uitspraken ja. die zo krom waren als ik weet niet wat. Nou. Ja. Dus dat vond ik wel leuk voor. Maar toen kregen we de tijd, dat vond ik ook zelf erg leuk. Dat we die vakanties kregen. Ja, laten we het over de vakantie. We hebben ook een andere tijd gehad dat ze
allemaal een keertje uit huis moesten. Ja. Die waren in verband met langdurige ziekte. Alles was content. Ja. Ja. Kon allemaal weer. En jij, we zagen in de Volkskrant een advertentie van iets te huren. En dat was op de Veluwe, was in, daarbij... Oldebroek. Oldebroek, ja. Vertel. Ja. Nou, en dat is Kees' verhaal. Dat is Kees' verhaal. En ik ging eerst op verkenning uit. En ik ging met de trein naar Oldebroek. En toen dacht ik dat het maar een klein eentje op wordt, dat ik in Oldebroek was. Maar dat was niet zo, want ik was een heel eind buiten Oldebroek. En toen dacht ik... En je moest in het harde uitstappen. In het harde, ja. Ja, maar in ieder geval, ja, ik had wel in de gaten dat ik zo lang moest lopen en dan weer helemaal terug, dat ik belde bij een boerderij aan. En toen zeg ik tegen die mevrouw, ik zeg, moet horen, zus en zo, ik moet helemaal Oldebroek. En dat is toch wel een eind lopen, want ik wil vanavond nog terug naar Hilversum. Ja, zou ik niet op een fiets van u kunnen lenen? Ja, zegt ze. Heeft u een treinkaartje? Ik zei ja. Geeft u mij dan een treinkaartje maar, dan krijgt u van mij een fiets. Ja. Dat ik op de fiets naar Oldebroek en daar gesproken over zus en over zo. En in ieder geval de situatie daar gezien. En toen dacht ik, nou, dat is best om te doen. Dus toen ging ik weer naar huis toe. Ik kreeg een kaartje terug. En ik gaf de fiets terug en ik weer naar het station en ik kwam weer heel huis in Hilversum. Dus toen zijn we met z'n allen... En toen kwam je thuis. En toen kwam ik thuis. We waren allemaal nieuwsgierig natuurlijk. Ja, natuurlijk zus. Het ziet er zo uit, iedereen die zal er blij mee zijn. En toen zijn we op de afgesproken dag zijn we met het busje van... Coöperatie. Van de coöperatie. Door dinges naar Oldebroek gebracht. En zaten we toen al in het kippenhok of bij... Nee, daar hebben we echt zo'n huisje gehad. Zaten we drie huisjes naast elkaar. Oh ja. We hadden een hele grote tuin. Maar we hadden een heel grote tuin. Ja. Nou, een tuin. Het was Theo was de een grasgraf. Theo die kon precies met zijn oogjes boven de tafel uitkijken. Ja. Ja, en Marijke hadden we nog niet. En toen is Gree, je zus, is nog een paar dagen geweest. Ja, want we ook graag op vakantie. Ja. Die dacht, mijn Leni kan dat wel. Die heeft eten en drinken, zij had gezin te niet. Die wat dat betreft. Ja. Toen begon het al. Ja, ja. En die kwam Loek te terughalen. Ja. Ja, wel leuk gehad. Ja, ja. Maar toen, een jaar later, toen zijn we bij mevrouw Streek geweest. Ja. Dat was midden in het dorp, tegenover over de kerk. Ja. En dat was, en hadden we de benedenverdieping en dan boven hadden we... Een hele grote zolder. Een hele grote zolder. Maar Theo die sliep bij ons. Die was Marijk lag in de wagen. En Theo die stond heel vroeg op en dan zat hij bij die vrouw, bij vrouw Streek. Ja. En die was gek op hem, want dat zoontje van jou zei, je hebt zulke iezige lieve oogjes. Ja, je mocht alle, die kerstmorse, steeds je krentenbrood. En stond hij daar in zijn pyjama en zijn klompie dan. Ja, die was helemaal gek met het job. Ja. En toen zijn we, hebben we een slechte tijd gehad, want het regende veel. Ja. Dus die jongens, die waren, hebben toch zo leuk altijd met... We namen altijd een heleboel mee. Ja, zeker. En toen hadden we nog... Spelen. Ja. Nou, en toen kwam nog een dochter van Helderman bij ons logeren. En nou, hadden we meegenomen. En daar hadden we niks aan, want die had heimwee. Die had heimwee en die is teruggehaald door een zuster van haar. Ja. Ja. Nou, dat kon dan ook niet, want je kunt natuurlijk een kind niet huilend in de vakantie... Maar het werd natuurlijk langzamerhand wel droog gedaan, want we waren toch de hele tijd. We hebben er veel gefietst. Ja. En de hele omtrek. De hele omtrek. Ja. Vond ik wel mooi daar ook. En door zondags was het natuurlijk op het kerkplein natuurlijk zo druk, want die mensen daar die kwamen 's morgens naar de kerk. En dan woonden ze te ver weg om naar huis te gaan, want 's middags hadden ze weer kerk. Ja, om 2 uur alweer. Ja. Ja,
Nou, dan hoorden we al die mensen zingen, maar en ik, mijn vrouw Streek ging niet naar de kerk. Maar die, haar zoon, die had weer een aparte... Die had een hele aparte visie erop, ja. Die had ook enkele kornuiten er om hem heen. En, ja. Maar wij hielden ons eigen wel rustig. We gingen gewoon een beetje wandelen. Want ze vonden dat niet leuk als je dan zo hard ging. Nee, dat kon natuurlijk niet. Nee. En ik geloof dat... Onze kinderen, vooral de jongens, een big hebben geboren zien worden, of iets dergelijks. Ja, het was een hele goede vrouw. Het was, mocht van alles. Ja, dat bleek ook, want later heeft er in een van de damesbladen gestaan dat ze ook onderduikers heeft. Ja, een briefje heb ik nog. Ja, hij heeft gehad tijdens de oorlog. Ja, ja. Zij hield onderduikers van de Joden. Ja, ja. Maar de man was vroeg gestorven, want die kreeg het zeer van die beesten. Ja, die kennen we ook niet. Maar ik vond dat zo leuk, want de jongens hadden allemaal klompjes daar. Allemaal klompjes? Ja, de foto's zijn wel ergens gebleven, want dan zie je iedere keer weer zo'n heel rijtje. En de jongste dochter die speelde ook met jullie. Ja. Ik vond het wel leuk, ze zaten op de bank met elkaar, in ieder geval veel van kinderen. Ja. Dat waren eigenlijk de twee de vakanties dat we niet aan zee waren. Nee, nee, maar later zijn we toch op zee. Ja, dachten we, dat is toch wel lekker aan zee. Ja. En zijn we begonnen in Sint Maartenszee. Ja. Dat was nog in opbloeming. De hele dag ben ik met... Jij bent met... Zij die het KAB gewoon. Oh joh, we gingen van naar meneer, naar meneer, dat we hebben we s'avonds om veel plezier gehad, alleen al over die namen. Oh, ja. Maar wij zaten helemaal rechts van de weg en toen hadden we in de gaten dat we helemaal links van de weg moesten zitten. Dus het is alleen niet, gaat niet goed, we gaan steeds verder van zee af. Dus toen zijn we eigenlijk op de zee weggekomen bij de secretaris van het een en ander. En die zei, ga daar maar naartoe, naar de Belkmerweg. Die mevrouw er ook vieren. Ja, je bent Belkmerweg, ja. Nou, je werd haast met bloemen ingehaald. Nu komen jullie een week. Nou, je was een goede klant. En 35, ik zal het ooit vergeten, 35 gulden in de week. Gingen we daar de vakantie van vier weken. Vier weken hadden we, waren er een maand. Ja, en dat kon je doen. Dat konden we doen. Ja, en toen kwam die buurvrouw kijken van ons, die van Duurland. Ja. Wij waren aan het inpakken. Ja. Dus een buurman weet wat druk is. Ja, we gaan vier weken weg. Nou, poepoe. Ja. Dan moest je man wel veel geld verdienen. Zei, ja, want we gaan vier weken weg. En een grote auto voor de deur. Alles kon erin. Fietsen bovenop. En dan gingen we joelen de straat uit. De mensen hadden gedacht, zeggen wij, dat is op zondag. Maar je had, je had natuurlijk tegen de buurvrouw moeten zeggen, natuurlijk. Die man van mij verdient goed. Ja, dat ben ik toch niet. Nou, dat was ook zo. We konden er vanuit gaan. We konden er vanuit gaan. En je had al een kist vooruit gestuurd waar alles in was. Oh ja, met Van Genteloos. Ja. Ja. Dus wij eerst even langs oma Prins. Ja. Met de auto gingen oma Prins gedacht zeggen. Ja. Nou, die auto. Hè, want toen die man kwam met die auto. Dat hadden we in de krant gelezen. Ja. En toen hebben we daar navraag gedaan. En dan zei hij ja. Hij zegt: het is een goedkope reis, want ik haal mensen en ik breng mensen. Hè? Dus zodoende kan ik het. Maar toen hij bij ons thuis ons in kwam schepen, toen moesten er ook een stelletje fietsen mee. Toen zei hij: God almachtig, moeten die allemaal mee? Nou, in Haarlem stonden ze bijna in een van de straten stil, want toen deed er iets aan zijn auto niet. Ja, inderdaad. En wij natuurlijk in angst, komen we maar in Maartenszee en later hogerop. In Maartenszee zijn we geweest. Kallenzoog. Daar is hij ook met die auto geweest. Nee. Toen misschien alles stel op de fiets en Ben had een auto gehuurd. We gingen allemaal met ouders. Ja. Ja, dat, maar eerst bij de familie Kwak hebben we toch een paar leuke jaren gehad. Ja, we hebben gewoon echt ingehaald. En jij ging kijken, toen waren het nog kippenhokken. Ja.
En toen we kwamen was het helemaal, ja, alleen toen is Truus en Herman hoogst, Dekker een keer mee geweest en die hadden nog een echt een kippenhok met stro. Ja. 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 Wij hebben ook heel veel plezier gehad. Heel veel plezier gehad. S'avonds voetballen, ja, want er waren twee afzonderlijke stukken ja, land. Links en rechts. En, ja, en links en rechts. En dat was dan een voetbalwedstrijd van links op rechts. Ja, en toen als de mannen als vrouw en de vrouw als mannen. Ja, oh ja, de gekste dingen hebben we eruit gehaald. En die van Kwak die stond met dat mis wat leuke, wat leuke. Ja, oh, die, ja. Die maakte die helemaal gek. Maar dat was ook zo, later gingen we dan nog, toen we 35 jaar getrouwd waren, zijn we toch nog, er zat een hele stuk periode tussen. Ja, maar toen was mevrouw Kwak al aan de overkant woonde ze toen, ja. En ja, maar met het wel 10 jaar zijn we daar wel geweest over de vloer. Ja, ja, ja. Nou, we wel, later kregen ze mooie dingen gehad hoor. Hele mooie dingen. Mooie caravans gezeten. Mooie, ja. Ja, ja. Hele nieuwe, want een bel. Ja, dat was later. Dat was, toen waren we de kippenhokken voorbij. Ja. En, ja, maar toen zaten we niet meer bij. Nee. Ja, wel bij Piet. Het andere veld zaten. Bij Piet, ja, het grote veld. Bij Piet, daar ook nog. Heel veel. We zijn trouwens 2 jaar weg geweest en hebben Piet Kwak nog bezocht. Ja, het was jammer dat Corrie niet was. Ja, dat Corrie niet was, nee. Ja, 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 ja. Nee, want die zei toen ook al, daar heb ik dat gezicht ook geleerd. Die zei, Corrie, kom je even een kopje koffie drinken? Ik zei, ja, zeg ze, want het werk is zo geduldig. Ja, precies. Het werk blijft wel staan. Ja, ja. Dat hebben we nog wel zo vaak gezegd. Goed. Ja. Maar we gingen er elke dag naar zee. Ja. En zag maar Kwak ons en ze gaan alweer naar zee. En we gaan alle dagen naar zee. Ja. Dat vonden ze zo apart. En toen zei ze, kon vanmiddag even kijken op de fiets. En het was er zo stil. En dan stond ze daar. Zei ze, het was helemaal nog geen. Wat een drukte hier. Ja. Nou, je kon de mensen tellen. Ik geloof als wij ons gezin telden dat we er waren. Ja, wij waren al met Anneke Kovage was erbij. Ja, en Fanny. Ja, oh ja, altijd nog vrienden mensen daar. Mensen gingen mee. Maar het waren vrienden of vriendinnen van de kinderen. Maar we waren ook slim. Want Kovage had een auto en als Anneke kwam logeren, dan kwamen wij weer makkelijk in. Dat was er ook bij hoor. Maar we hebben er altijd ontzettend genoten. Toen het ook wegging, toen gingen die grotere allemaal hun eigen gang. Ja. Daar is het door gekomen. Hè, dat, maar we zijn later ook in Callantsoog geweest. Hebben we ook leuke tijden gehad. Ja, daar hadden we al lang vriendinnen mee. Ja, en vrienden mee. En Theo mocht al blijven. Ja. He, die hielp, hoe heet die hier ook alweer? Die Sim. Die hield Sim al. Ja, jij bleef er nog een poosje. Ja. Zo is Ton eigenlijk bij die broers waar we verderop zaten bij aan de Westerduinweg. Toen bleef Ton nog met bolle planten of weet ik wat. Nee, bolle rooien. Ja. 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 Dat was in de bolle tijd. Ja. Ja, ja. Maar mevrouw Baken, die is altijd nog bezocht door ons. Die, die kwam dikwijls met oud en nieuw, of tussen kerstmis en nieuwjaar. Want dan ging we zien naar de paarden. Ja, naar de paarden rennen. Ja. En wij gingen in de vakantie ook wel naar. Ja. We hebben wel eens op haar huis gepast dat zij uit kon gaan. Ja. Maar. Ja, toen woonden ze al in een stilhuis. Ja, dat noemden ze een stilhuis, ja. Ja. En, maar we zijn er ook altijd dan naar zee geweest. Ja. Een jaar met Jo en Ton Bouwmans. Ja. Hè? Ja. En dan. Jullie gingen 4 weken. Ja. En ik 2 weken van de vakantie. En die andere weken kwamen. En Ton ook. Kwamen we vrijdagavond, Ton en ik. En maandagsmorgens. Ja, dan is weer samen weg. En toen hebben we het erg heet gehad daar. Ja, je kon ging op je blote voeten liep in het strand. Ja, 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 ja. Maar toen zaten we niet in Maartenzee, toen zaten we in, het was in 69. Egmond. In 69. We zaten in een particulier huis
En toen hebben we, s'avonds, s'nachts, kwam door de radio dat de eerste mens op de maan was gekomen. Ja. Nou, we hebben het daar heel fijn gehad. Ja, heel mooi. Ja. Ja, ze hadden blij, ze hadden een hele grote douchecel. Lekker, ja, daar komen we. Helemaal ja. Verhit van de zee, joh. En toen hadden we nog het vriendje van Theo, hadden we toen ook nog bij ons. Ja, van Henk Bilsum. Ja, ja, Henkie. Ja. Henkie van Bilsum. Nou, die had het ook best naar zijn zin. En die had het best naar zijn zin. Hij had alles eten wat hij nog nooit gegeten nou, had. Ja. Ja, dat gebeurt dan. Ja, ja, ja. Zeg, dat is niet lekker, Henk. Nou, maar aan de zee. En Ton en Thea die zijn wel helemaal op de fiets geweest. Ja. Zijn ze eerst naar Paar Moevenooi gegaan, want die waren een paar kilometer nog in het achterland. En daar kwamen ze en hoe heet het? En Ben is een keer geweest en die had zijn jas aan en zijn paraplu nog bij hem. Ja, heb ik toch ook. Oh, ja, die was zo bang om zijn boom. Ja, paraplu op en hij had een zwarte pak aan. Ze had ze zo aan de rand van de duim. Ja. Nee hoor, die kwam niet in het zand. Nee. Die kwam niet in het water. En Pater Piet van Minden, die is wel eens geweest. Jan van der Zalm is toch geweest. Jan van der Zalm, die is nog een paar dagen geweest. Nooit dachten, onze ogen zaten nog half dicht, dat waar Treesje mee was. Maar nou, het is al zo lang geleden, ik moet denken aan zijn naam. Een van de vriendinnen? Nee, die kapelaan. Als ze mee getrouwd is geweest. Oh! Ja, laat dat maar niet zo ver uithalen. Ja, nee. Maar in ieder geval, die kwam ook. Maar alles komt maar. We hebben een keer gegeten met Ina, de hele familie, bij haar in het huis. Een beetje een feest is, dat hadden we samen gedaan. Wat dat er gaat, hebben we ze altijd allemaal goed verzorgd. We hebben in ieder geval ons best gedaan. Eten en drinken en slapen en alles kon. Moest je wel eens tot de orde roepen? Ja. He? Want ik kan me nog herinneren dat ik op het strand iemand tot de orde heb moeten roepen. Ja. He? Toen was Tom die was te ver in zee gegaan. En altijd had ik mijn fluit bij me, mijn padvindersfluit. En toen toevallig niet. Maar toen heeft een Duitser, ja, hij heeft hem. Van een Duitser is hij aan het strand gekomen. Ja, hij is door het strand gekomen. Ja, er zat een verkeerde draai in het water. Ja. En dat was alles niet, maar het was schijnbaar het weer. Ja, zat hem in het weer. Ja. Maar het was wel even hard zo. Trouwens, toen we naar zee gingen, gingen we de allereerste keer. Toen stond bereikend, daar heb ik nog een fotootje van gehad, zo helemaal voor die zee te kijken. Die zag niemand. Ja, hebben we nog wel gezien. En daar heb ik nog een tent zitten naaien. Oh ja. Een grote vierkante tent. Dan konden we daar lekker ons brood doen, maar we geen zand in het brood. Want dat was altijd een. Dus het, oh nee, ik heb brood, er zit zand in. En wat ook het mooiste was op het strand, we maakten natuurlijk een kuil. En, of we maakten met z'n allen kuil. Maar er waren ook altijd veel Duitse bezoekers. Ja, later, ja. Heel veel Duitse bezoekers. En die maakten ook kouden natuurlijk, waren ze gewend vanwege de oorlog nog. Maar als je toevallig in zo'n kuil van zo'n Duitser ging zitten, nou, dan waren de rapen gaar hoor, want toen dacht hij dat hij... Maar dan stonden we wel eens zo te kijken, zo over de zee te kijken, en dan stond er sowieso een man naast me en die keek er zo in. Ja, daar ga je gauw een praatje mee maken natuurlijk, hè. En toen had ik iemand die zo naast me zei, nou goedemorgen, en, mooi weer vandaag en het is warm enzovoort. Bent u hier op vakantie? Ja, ik ben op vakantie. Nou, wij zijn ook op vakantie en waar komt u vandaan nou? Dat was dan een Duitser. Hij zegt ja, hij zegt, en ik kijk wel eens die kant op, want ik heb in de oorlog daar bij de marine in Den Helder. Ik zeg goedemorgen en ik ben omgekeerd en ik heb me niet meer met die man bemoeid, want dat vond ik zoiets. We waren toen nog te dicht bij de oorlog. Ja. En er werd nog zoveel
negatieve dingen en nare dingen vertelde. Ja. En hij keek van Egmond uit naar Den Helder, daar was hij geweest. Ja. 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 Van jouw ervaring dat je aan de zee stond. Ja. Ja, zo heb je allemaal nog je precies. Die je eraan hebt. En ik heb altijd van de zee gehouden, want ik ging toen ik nog thuis was in Haarlem. En nog met mijn broers Wim en Dirk gingen we wel naar het strand wandelen van Haarlem. Ja, dan ging je naar Bloemendaal. Ja, naar Bloemendaal. Ja. En dan ging je met de tram weer terug. Hoe je daar was. Ja, maar dat waren een mooi tochtje. Ja, maar dat hebben we ook. Daar kan ik me dan nog een keer herinneren. Het was op een zaterdag dat ik met Wim en Dirk, dus met z'n drieën, naar Bloemendaal gewandeld zijn. En toen was de andere dag, dus moet in juni zijn geweest, was mijn moeder jarig. En die had toen dingen in huis, we kwamen thuis en toen hebben we dat hele schaaltje maar op zitten eten. Ja, ze had truffels. Ja, de truffels. Dus, maar wij moeten nog eventjes doorgaan met die vakantietijden. Ja. Want die waren op een gegeven moment afgelopen. Op een bepaald ogenblik, ja. Want de kinderen die gingen hun eigen weg. Die gingen naar het buitenland. Ja. In die tussentijd zijn er trouwpartijen geweest enzovoort. En Theo had een motor. En Ben had een auto. En Ton had een auto. Kon toen nog? Ton was de laatste. Ja, ja. Toen wij nog, die was in de 30 al, geloof ik, Ton. Maar ja, Ben had het eerder, maar Ton had in één keer had hij zijn diploma. Maar het is een rijbewijs. En Ben, die zakte de eerste keer. Ja. Hij was helemaal down ervan. Die had niet verwacht dat hij niet zou, slagen. Dus hij moest nog een keer overdoen. En Theo heeft er ook wel twee keer over gedaan. Hè. Of autorijden. Niet één keer ook. Ja, dat is toch geweldig. Hè. Ja. En we waren ook alle trots op onze kinderen. Hè? Ja, ja. Kijk, en ik heb wat de opvoeding in zijn totaliteit betreft, heb jij dat helemaal in handen moeten nemen? Want ik zat overdag natuurlijk het brood te verdienen. Ja. En dat heb ik zo'n 32 jaar bij Philips gedaan. Ja. Hè? En dus ja, een opvoeding als zodanig, ik heb ze natuurlijk wel eens tot de orde moeten roepen, maar het was niet zo dat als ik tafel thuis kwam dat jij dat alles ging vertellen, dat jij de vervelende dingen vertelde. Nee hoor, ik heb zo allemaal geboren zien worden. Ja, behalve bereiken. Behalve bereiken. Ja, maar ja, dat was natuurlijk ook een... was een andere gezicht. Ja, maar dat was... Dat jaar, 1953, was een heel bewogen jaar. Jij was vanaf het begin van het jaar al ziek. Ja. En dus de kinderen die moesten ondergebracht worden, want ik moest toch blijven werken. Er moesten mensen in huis komen. We hebben Tinium een paar weken in huis gehad, maar toen moest ik de jongens weer... en de meisjes weer ergens onderbrengen. Theo die ging naar de Zilk. Ja, maar tot geleden langs gereden. Ja. Ja, maar, ja, verleden week. Maar daar was het zo, Rietje die was toen in de bolle tijd. Ja Kees, daar moet je daar niet zo over uitweiden, want we zouden nou een beetje leuk op praten. Ja, nou, dit is toch een leuke vraag. Jawel. Nou, hij is zo... Maar dat is toch iets dat is in ons leven gebeurd. En dat mag onze nazaten best weten, dat toen dat jaar toch... Een heel moeilijk jaar was. Toch een moeilijk jaar is geweest. Ja. In februari... had je die enorme storm waardoor duizenden mensen in Zeeland zijn omgekomen. De kinderen die hebben daar natuurlijk toch ook iets van meegenomen. Hè? En ik, toen tegen de tijd dat Marijke geboren moest worden,
toen ging jij naar het ziekenhuis. Ja, en ik had, de geelzucht. En ik kwam, Ben, die was bij, Klaassen. Bij Klaassen. En die kwam elke dag uit school, kwam hij even naar me toe. Want ik lag op bed in de voorkamer. En Ton is dat bij tante Marie. Ton zat bij tante Marie. En Treesje was in Haarlem. En Trees was in Haarlem. En Theo was in de Zuk. Ja. Ja, 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 ja. Maar je hebt hier een stralende vrouw, hè? Ja. Zijn wel eens dingen, hè, wat eigenlijk niet thuis hoort bij ons, maar ja. Nee, maar die flikkeren we meteen uit. Vond je dat? Ja. Ja, dat vond ik toch iets wat toch niet zo makkelijk in woorden is gevoelsmatig. Het is niet gevoelsmatig, maar dat is ook een soort van roeping, maar toch een andere roeping. Ja, ik werd geroepen om samen met je moeder de kinderen te begeleiden, laat ik zo zeggen. We zijn nooit kwaad geweest in de zin van. Ja. Het is geen teleurstelling gebleven, nee, natuurlijk, nee, nee. Omdat het leven een heel andere route nam. Ja, ja. Nee, maar dat vond ik wel leuk, omdat het zo, ja. zo'n tegenstelling is eigenlijk. Hè? Ja. Ja. Ja, maar hij is toch ook wel goed begeleid, hoor. Ja. De abt, dat hij daar niet komt. En ik ben nog, pas onlangs 25 jaar... oblaat van Egmond. Ja. Nou, Frans is het al 40 jaar trouwens, hoor. Ja. Maar het is helemaal voor jou. Dat kan ook wel iedereen weten. Een moeilijke tijd geweest, want zijn ouders vonden het jammer. En ja. Hij kan eigenlijk niet eens in Haarlem zijn. Nee. Was, en toen zo kwam hij in Hilversum terecht. Nou ja, dat heeft dan alles zo moeten wezen. Ja. Ik ben helemaal niet op een jongen uit geweest, want ik was thuis bij mijn vader. Ik moest voor mijn broertjes en zusjes zorgen. En dat, ik had een heel leuk leven. Ik was helemaal vrij en ik was zelfstandig. Ja, en dan krijg je dan toch... Ja, je trekt weer. Ik kan dit man ook niet laten gaan. Daar heb ik een hoop mee gespeeld. Ja. De goedheid, wil ik niet zeggen dat het bovenop lag bij mij, maar was dan wel... Was het toch wel? Dan denk je, jongen, heb geen kosten zo. En wat moet je nou? En ik zag hem graag. En ik denk, jeetje, ik kan toch wel met hem meegaan. Niemand, ik was de enige thuis die geen verkering had. En denk, nou komt er wat op je pad. En jij vond het fijn, want jij kwam bij mij aan de deur en je kwam geregeld terug. Nou goed. We hebben daar ook nooit spijt van gehad. Nee. Maar ik heb toen wel eens gezegd, de vorige keer al, we hebben alles wel een beetje te snel gedaan. Ja. Maar goed, het is gelukkig goed gegaan. Ja. Ja. We zijn ook niet lastig geweest voor elkaar. Nee, zeker niet. Hè. Nee. Oh ja, ja. Heel graag. Ja, dat is inderdaad, ja. Maar verkleden doet hij helemaal graag, hoor. Ja. Toch niet als vrouw, hè? Nee. Ik lag één keer in bed en had hij het niet aangetrokken, maar had hij helemaal zo'n nachtpon had hij over zich heen gelegd. Dat heb je wel eens gedaan. Nee, ja. Dat is wel echt kees, hoor. Ja. Ja, weet je wat we ook met de kinderen gedaan hebben? Die waren 's morgens... Ik was vooral op zaterdag, meestal ook op zondag, lagen ze bij ons zo stuk voor stuk in bed. Hè, en dan gingen we meespelen. Of wat zingen of iets dergelijks.
Maar ik ging ermee vliegen. Nee, ik ging ermee vliegen, dat kende jij niet. Jij had het thuis nooit gezien. Nou, dat is weer wat anders, maar ik ging ze zo op mijn benen leggen. Ja. Ja, maar ik hield ze zo aan de handen vast en dan gingen we zo omhoog. Hè. En dan ging ik zo vliegen. Oh, enig was dat. Ja. Die jongens, die kwamen ervoor. Nou, ineens plompt een liedje hier. Ja, en dan liet ik ze meteen zakken, hè. Ja, ja, ja. En, en toen later heb ik... Ging ik met de motor rijden? Dat was Thomas. Boem, 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 boem. Ja, jij zo met was, je handen, was, je was vooral Thomas. Het was vooral Thomas, ja. Ja, ja, ja. Nou, lachen, gieren, brullen. Ja. Ja, het was een leuke tijd. Maar ja, dat was dan weer dat het weer kleintjes kwam. Ja, ja, ja. Toen ben ik weer helemaal jong. Ja. Deed je weer van alles mee. Maar we zijn in ieder geval bij de kinderen allemaal in huis geweest als die vakantie hadden. Ja. We gingen naar de bos toe, dat Theo Saskia en weer gingen. En toen hebben we daar fietsen gehuurd en toen hebben we dat hele omtrek kunnen verkennen. Ja, we gingen naar Vlijmen en we gingen naar... Ja, we hebben veel kunnen zien. Die andere kant uit, die brughoven, waar ook... Nou, anders kan ik het zo zeggen, ben het even kwijt. Maar goed, we hebben er heel wat van kunnen genieten. Ja, we hebben toen we in Den Bosch zijn geweest, toen hebben we een groot gedeelte van Den Bosch gezien. En we zijn buiten Den Bosch geweest. Nee, we hebben gevaren. Ja. Onder de biezen. Ja. Die hadden ze helemaal hersteld in. Ja. En die steeds uitgebreid. Ja, het is nu helemaal. Ja. Ja, toen hebben we gevaren onder, hoe heet het? En dat was gewoon de Winkelstraat. Hij zei, hier is nou V&D. V&D, ja. Nou, en toen zijn we in Amersfoort verschillende keren geweest. Hebben we ook... Precies hetzelfde, gingen we ook fietsen. Ja. Ja, en we zijn in Nijkerk verschillende keren geweest. Ja, verschillende keren. Ja. En we hebben ook ons huis opengesteld voor onze vroegere buren, waar we helemaal goed, helemaal leuk mee hadden. En die konden weer in ons huis zijn. En wij zijn ook een paar weken in Middelburg geweest. Ja. Toen waren zij weg. Toen is Marieke nog bij ons geweest. Ja. Ja. We hebben ook heel walgerig gefietst. Ja. Nou, ik kan wel zeggen, we hebben altijd met kinderen te doen gehad. We hebben met ze gespeeld en we hebben gedaan. Ja. En nou was van, nou heb je alweer 8 kleinkinderen. En toen was van de week, was Treesje er met Puk. Ik zei, Puk, doe de laars open, want er zit nog wat voor je in. Nou, had ik wat vouwbladen en hele leuke letters, gekleurde letters, wat ze al zo proberen met te leggen. Nou ja, zij ging vouwen, want het hoed ligt nog thuis. Ik zeg, maar ik kan ook nog wat vouwen. En dan had ik nog zo'n, weet je wel, zo'n pyjama pak gevouwen. Jij kan je wel herinneren dat we dat vroegen. En dat kan ik nog. En dat Treesje die zag het, toen zei ze, mama, dat krijgt Puk niet, dat doe ik in mijn album. Nou, dat vond ik nog het mooiste van alles. Ze zei, dan kan je nog zeggen, je moeder van 86 jaar, die hebt dat gevouwen. Ja, dat vond ik echt mooi. Ja. Dus dat was dan weer dat je dat weer deed met die kleintjes. Ja, precies. Ja, maar ik vind wel, we houden gewoon veel van kinderen. Nou. En het was bij pa ook. Hij kon geen pa te worden, want hij was veel te gek met kinderen. En die heb je dan niet. Het is, we zitten al 63 jaar samen. Ja. En je moet het nog maar even volhouden, hoor. Want ik heb de... 63? Ik heb de zaal al besteld voor je 90 jaar. Ja, 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 ja. Ja. Aan de Ingrid. Want dat is de mooiste plaats om te wezen om een feestje te vieren. Maar pa heb toen hij uit klooster was, toen had hij ook nog een vriend, die Henk... Henk Dudok. Henk Dudok. En die was gelijk met hem eruit gegaan en toen hebben ze samen nog veel geschreven hoe het nou was om eruit te zijn en weer in de wereld te zijn. Want het was natuurlijk toch wel een hele klus. Ja, het was in de oorlog. Hè? Ja, ook dat nog. Maar het was, dat in de klooster is het zo rustig.
Ja. Ja, het is opstaan, bidden en jij ging dan naar de kippen kijken, terwijl je veel meer kon. Want ik vond toen dat eigenlijk je eigen vooruitgang een beetje achteruit ging. Ja, ja. Je had al een goede opleiding gehad, maar dat ging daar. Daar had het geen voortgang. Maar we zijn er wel eens samen geweest. Ja, ja. En met Loek en Gree ook, dat je toch zag dat het goed was. Ja, zeker. Ja. Ik denk dat dat wel allemaal zo'n nou, beetje ik heb ook de indruk dat het toch wel... Ik heb er nog op het laatst gezet, alles wat we vertelden en niet vertelden. Oh nee, dat ging dan met de grote. Er gebeurde natuurlijk best een heleboel bij ons. Maar we hadden het toch altijd allemaal door. Je kon er niet altijd direct zo over beginnen. Dat was, vond ik moeilijk. Ik heb ook een heleboel voor me gehouden tegen jou, maar... We hebben nooit eigenlijk zomaar zitten schamperen dat niet kon. Nee. Het is de tijd. Wij maakten alles goed. Net, het is een andere tijd als vroeger. Ja, tuurlijk. Dus dat hebben we wel in de ogen gehouden. Ja, later toen, dat is eigenlijk een voorpraatje voor die verhaaltjes die je doet, zijn jullie allemaal veel vrijer geworden met pa. Pa was toch echt wel een beetje, kan ik het ermee doen of kan ik het er niet mee doen? Kan ik het zeggen of kan ik het niet zeggen? Ja, ja, ja. Je had toch een soort uitstraling wat wel veel veroorzaakte bij de kinderen. Ja. Je had ze graag op school, je was hartstikke lief, maar die kinderen hadden niet zo open woordrecht voor jou. Nee. Nou, en dat begon dan later door ze te zeggen, hey Kees, hoe gaat het ermee? Ja, en dat vond ik erg leuk en daarom, hij vindt het altijd nog wel, oh god, ik kom moeder weer aan met een verhaaltje. Maar het kwam ook eigenlijk zo gek uit. En dat, ik werd wakker en denk, dit is een lampje Jan en wat is er aan te doen? En ik kijk zo over de grond, dan kruipt mijn man over de grond. Ja. Echt zo'n kruipers in je gek, wat heb je toch? Ja, hij was zijn gebit kwijt. Ik denk, nou, dat was hem uit zijn mond gevallen, in zijn pantoffel. Ja. Nou, het is toch te gek om na te vertellen. Ja. En dat was ook toen ik hier met zijn sleutels. Hij zei, ik ben nooit wat kwijt, zegt hij. Nee, hij was nooit wat kwijt, maar ondertussen, waar is mijn sleutel? Ik zeg, ja, je bent de hele deur niet uit geweest. Nee. Je bent gewoon in de kamer, je bent binnengekomen in de kamer. Nou, de sleutel kan niet weg zijn. Ja, dan ga je mee zoeken. En weer niks gevonden. En dan zag ik hem, die sleutel, die lag in die grote urne, maar er zat ook een plumo in. Dus die sleutel was door de plumo gezakt en die lag op de bodem. En dan had ik hem eruit en dan stond ik voor zijn bureau. Want die man van mij zit altijd aan zijn bureau, hoor. En dan kan hij klaar zijn, 's morgens of huppelijkee, achter zijn bureau. Maar in ieder geval, ik stond ervoor en zei, wat heb je er voor over, wat krijg ik? Ik heb wat voor jou en wat krijg ik voor jou? Ik heb wat voor jou en wat heb jij voor mij? En hij keek me toch zo verbaasd aan. Het stond er gek te kijken. Ja. Ik zei, nou, is het je niet wat waard? Ik heb wat voor je. Nou, geef het maar. Ik zeg, ja, zo is het dan. Dan moet ik het maar geven, maar jij hebt niks voor mij. Alsjeblieft. De sleutels. Nou, ja. Dat was ook zoiets wat daar. Ik denk, hoe kom je daar nou aan? Ik zeg, nou, die heb precies onder zijn jas stond die vaas. En daar heb ik natuurlijk zijn jas er neergehangen. En die sleutels zijn erin gezakt en door de bureau. Ja. En toen was het er weer. Ah, we hebben alles meer gekke dingen meegemaakt. Ja, zeker. Ik was niet de enige gek, hoor. Het was wel eens jammer dat je het gewoon samen beleefde, want het zijn gewoon leuke dingen. Ja, nou ja, had dat nou op de televisie voor de kinderen. Ja. Maar dat kwam ook eigenlijk door Marijke. Als ik daar, die zat daar in Wassenaar in en dingen, zei. En niet wat leuks te vertellen, zaten we 's morgens om 7 uur uit de geiten over die leuke dingen. Ik had toen nog veel meer, altijd over Kees.
Kees die had me iets schiks gedaan. Ik zeg, oh god, ja, die man van mij heeft eerst iets uitgehaald. En ja, ik ben, dat is nou weer mijn leeftijd, hè. Ik ben nou ook wel van het gebit heb ik altijd goed onthouden. Ja. Maar van alle anderen, ik ben toch veel te kwijt, Theo, sorry. Ja. Ik heb het voortaan opgeschreven. Nee. Ja, we hebben al een heleboel verteld, dacht ik. Ja. Nou, zolang je ons nog maar kent. Ja. Ja, zeker. Dat wel. Ja. Nou, toch weer bijna 50 minuten vol in de lullen. Hè? Nou, en dit was wel leuk, hè? Ja. Absoluut. Nou, geef elkaar een kus. We kunnen wel, ik heb je achterop geschreven, kunnen wel zeggen dat we veel weg geweest zijn op de fiets, met de trein, naar de dierentuin, naar processies, brood mee en ijsjes onderweg. Dat hoorde er allemaal bij. Ja. We hadden nooit geld over, we hoefden voor zelf niet. We deden het voor de kinderen. Ja, zeker. Wij vonden het ontzettend leuk hoor. Ja. En we waren heel erg blij dat we 5 kinderen hadden, wil ik ook nog zeggen. Want wij dachten, wij willen graag een gezin. Maar toen, na die 5e, zei de dochter, ik zou het maar niet meer doen. Maar dat vond ik toch een hele zware opgave. Ik was 33. Ik denk, jeetje, en toen ik 38 was, toen zei ik tegen mijn dochter, zou ik nou nog altijd zo moeten blijven? Ik ben pas 38. En die mevrouw Prins, daar moet je nou helemaal niet meer aan denken. Je hebt 5 kinderen, geniet ervan. Je kan niet zeggen dat je alleen ziet. Nou, en dat is nee, zo. Nee, dat is zo. Want zelfs die dokter, die reed met onze kinderen. Die mocht ook mee een rondje rijden. Ja, ja. Ons ophalen. We hebben altijd wel veel leuke dingen gehad. Ja, zo. Zeker. Ja, ja. Maar in 63 jaar bij elkaar, dan kun je er zoveel dingen zijn er dan gebeurd. Ja. Je maakt dit. En je moet het allemaal een beetje in klein, want dat hebben we ook gedaan. Gewoon een beetje zaak gehad. Of ja. We hebben dit en we hebben dat gehad. Ja. En het is op een gegeven moment, houdt dat vakantie zijn voor allemaal, houdt dat op. Nou, heb je die vorm van vakantie. Die heb je weer met die feesten, dat ze er allemaal zijn. Ja, nou, dat vind ik prachtig. Ja. En dan doen we, nou gaan we weer naar jouw verjaardag toe. Ja. En dan hopen we weer met z'n allen te zijn. Ja. Nou, dankjewel Kees. Ja, heel graag. Ik hoop dat jullie, Leen. Hè, en dat weet ik zeker, dat jullie er later allemaal nog veel plezier van mogen. Ja. Zo is het. Nou, kunnen we de boel weer op zijn plek gaan zetten. Ja, ik ga eens een beetje schrijven.